Ik ben Han Lindeboom. Ik ben hoogleraar marine ecologie bij de Wageningen Universiteit. Ik werk ook nog een halve dag per week bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Ja, en ik ben marine-ecoloog die zich bezighoudt met mens en marine milieu toch in hoofdzaak. En dan in de Waddenzee, Noordzee, Poolgebieden en tegenwoordig ook in de tropen. En waar komt uw persoonlijke betrokkenheid en passie voor de zee vandaan, denk ik? Ik ben een Twent van huis uit, ik ben een echte tukker. Maar mijn familie ging altijd al naar de zee. Dus vanaf tweejarige gingen wij al bij Monster en Ter Heide gingen we naar zee. En ergens moet daar de liefde ontstaan zijn. Dat kan bijna niet anders. Ik ben altijd gefascineerd geweest door de zee. In mijn jeugd Cousteau die natuurlijk begon te duiken, die filmpjes. Dus op een gegeven moment wist ik zeker dat ik biologie wilde gaan studeren. En vrij snel wist ik ook zeker dat het iets met de zee te maken moest hebben. Dus dat heeft er altijd eigenlijk al in gezeten. En wat is je mooiste herinnering aan de zee? Dat zijn er heel veel. Ik heb in echte wildernis gewoond. Ik heb in een onbewoond eiland, op een onbewoond eiland gewoond. Tussen Zuid-Afrika en de Zuidpool, tussen miljoenen pinguïns. En daar heb ik dus fantastische wildernisnatuur gezien. En ook hoe hard dat is. Ik heb toen op een gegeven moment de gelegenheid gehad om nog naar een ander eiland te gaan, wat echt helemaal onbewoond is. En dan besef je hoeveel hoe groot de invloed van de mens eigenlijk is. Dus dat is een belevenis en een beleving. En ik heb in Australië in de Great Barrier Reef gedoken, op plekken waar bijna geen mensen mochten komen. En als je dat dan vergelijkt met plekken waar mensen mogen vissen, ja, dan leer je daar vreselijk veel van. Dus ik heb heel veel belevenissen die meedragen en meewerken aan de manier waarop ik naar het marine ecosysteem kijk. Ik heb nu de afgelopen tijd, hoor ik, allemaal verschillende perspectieven op de Noordzee van de stakeholders wat betreft het ecosysteem. De ene zegt ja, deze vis gaat het hartstikke goed mee. En dan zegt de ander weer nee hoor, de vis is naar boven aan het gaan. En dan hoor ik ja, dit is wetenschappelijk gebaseerd. En dan hoor ik nee hoor, we hebben geen wetenschappelijke fundering. Dus ik word eigenlijk van alle kanten een beetje dat ik denk, ah, waar zit nou de waarheid? En de waarheid zit in dit geval bij de wetenschap, verwacht ik. Ja, nog ja, niet, nee, mijn, dat is mijn, ja, 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 mijn ja. Vooroordeel, mijn kader van waaruit ik denk. Ja. Dus mijn vraag is, hoe zit het nou echt? Hoe zit het met het ecosysteem? Ik heb daar lang over nagedacht en op een gegeven moment bedacht, in feite zijn er vier elementen die bepalen hoe dat ecosysteem eruit ziet. En dat doet het niet toe of je op land of in zee zit, maar als ik nou even de Noordzee als voorbeeld geef. Het habitattype is iets zand of stenen of een zandbank. Dat bepaalt wat voor beesten daar kunnen zitten of wat voor planten daar kunnen zitten. Dan zijn er twee hele belangrijke oorzaken voor veranderingen. De ene is de natuurlijke oorzaken en dan moet je denken aan de hoeveelheid energie die in het systeem gaat. De zon, de maan, getij, temperatuur en dat soort dingen. En de ander is tegenwoordig de mens. Wij leven in het antropoceen. Dat is een kreet die Paul Crutzen bedacht heeft. Ik was erbij toen hij dat bedacht in Mexico. En ik geloof er ook heilig in. Wij leven in de tijd van de mens. De mens, er is geen plek op aarde waar je de invloed van de mens niet merkt of kunt meten. En de mens gaat de toekomst van de wereld bepalen. Ik denk dat het de kern is van de kreet antropoceen. En dan is de manier waarop het systeem daarop reageert, dat hangt af wat ik dan de intrinsieke eigenschappen van het ecosysteem noem. En dat is in de loop van de evolutie ontstaan. Dus dat is biodiversiteit, dat is productie, dat is reproductie. En die vier elementen samen bepalen hoe dat systeem functioneert. En wat je nu hebt is die natuurlijke drivers of change, oorzaken van veranderingen, daar kunnen wij niks aan doen, dat overkomt ons. Maar daar is het systeem evolutionair op aangepast. Dus dat doet gewoon wat het systeem al miljoenen jaren doet. Nu komt die mens erbij. De invloeden van de mens, dat is wat wij kunnen beïnvloeden. Dus als wij het over beheer van de Noordzee hebben, dan hebben wij het over beheer van mensen. En dat kunnen we dan beïnvloeden. En dan kunnen we kijken hoe reageert het systeem daarop. En daar krijg je dan de verschillen van inzicht, zowel wetenschappelijk als politiek, als qua beheer van wat je wel en niet kunt doen. En als je dat nou maar voortdurend in de gaten houdt, en ik zeg altijd tegen mijn studenten, van je hoort heel veel verhalen. In al die verhalen zit wel ergens een grond van waarheid. Alleen in het ene wat meer in het andere. De wetenschap die weet redelijk hoe een systeem functioneert, maar de invloed van de mens daarop, en want dat is ontzettend afhankelijk van de schaal. Het systeem is ontzettend complex. Dus alles komt bij elkaar samen. Ik maak daar ook allerlei mooie plaatjes van hoe dat dan in elkaar zit.
En als je dat goed begrijpt, dan kun je denk ik gewoon verder met dat beheren van het systeem en gebruiken van het systeem en met name duurzaam gebruiken van het systeem. Je sluit af met als je dat goed begrijpt, dan kunnen we dat goed doen. En als ik het dus nu goed begrijp, dan gaat het vooral over de impact van de mens op het ecosysteem, hoe wij het beïnvloeden, dat we dat goed moeten begrijpen. Dat moeten we goed begrijpen. En wat we ook goed moeten begrijpen is van op welke manier en welke schaal de mens dat doet. Dat is heel belangrijk. Kijk, een voorbeeldje, als je 1 windmolen neerzet, ja, dan heb je een beperkt effect. Als je de 10.000 of 20.000 neer gaat zetten, dan gaan die effecten gaan cumuleren. Daar wordt tussendoor gevist, wat ook weer een effect is. En wat wij zien in de natuur is natuurlijk altijd de som van al die effecten. En dus als je werkelijk wilt begrijpen van wat gebeurt daar, dan zul je voortdurend naar het systeem als geheel terug moeten, goed gaan kijken. En ook als je wil weten wat zijn nou de effecten van de maatregelen die je gaat nemen, dan moet je ook elke keer weer, in mijn visie, moet je weer even terug naar het totaal functioneren van het systeem. Om een voorbeeldje te geven, klimaatverandering is natuurlijk een enorme discussie elke keer. En dan lijkt het of er een discrepantie is tussen natuurlijke klimaatveranderingen en door de mens veroorzaakte klimaatveranderingen. Nou, voor mij staat het als een paal boven water dat de mens een invloed heeft op het klimaat. Ik bedoel, we gooien grote hoeveelheden CO2 en methaan in de lucht. Dat heeft effect op die temperatuur. Dus ja, het is aan het gebeuren. Tegelijkertijd verandert er wat in de zonnecycli en in de zon-maancycli. Dat heeft ook effecten op klimaat. En wat we dus weer zien is het samengaan van natuurlijk en door de mens geïndiceerde verandering. Ik vind ook de hele klimaatdiscussie een non-discussie. Want ik vind gewoon, kijk, die natuurlijke variatie die overkomt ons. En misschien komt er wel weer een nieuwe ijstijd aan. Dat kan best. Maar die menselijke verandering, dat hebben we in de hand. Daar kunnen we wat aan doen. En ik vind het ook volkomen belachelijk wat er nu in Amerika gebeurt met Trump en zijn dingen. Want nogmaals, zelfs als zouden zij gelijk hebben, laten we vooral proberen die CO2 naar beneden te brengen. Want als alle wetenschappers gelijk hebben, dan hebben we tenminste het goede gedaan. En ja, en als ze niet gelijk hebben, dan ja, jammer dan. Maar dan hebben we in ieder geval geprobeerd het goede te doen. En ook dat is dan toch beter. Het is gewoon beter om de maatregelen te nemen dan om je kop in het zand te steken. Je geeft aan, we moeten kijken naar het geheel van het systeem in de keuzes die we maken. Hoe doen we dat? Dat is een hele lastige. Wat je daarvoor moet doen, wetenschappelijk, is gewoon zorgen dat je lange termijn series hebt. Dus gewoon veel meten aan het systeem, vissen tellen, kijken naar hoe de habitattypes zich ontwikkelen. Maar ook inzicht hebben in het lange termijn ontwikkeling van de menselijke gebruiken. Kijk, we krijgen nu een switch in de visserij bijvoorbeeld van de ouderwetse boomkor met kettingen en sloffen die over de bodem gaan, naar een sumwing, een vliegtuigvleugel, met elektrische visserij. Dat heeft weer andere effecten. En werkt ook weer anders op het systeem. En daar moet je in je beleid rekening mee houden. Ik geloof ook heilig erin dat als je het hebt over de Noordzee, maar ook over land, we moeten naar sonering. Je moet gewoon klip en klaar zeggen van hier heb ik een stuk. Daar bescherm ik het, daar heeft de natuur prioriteit en in andere gebieden kan de mens veel meer doen. Beiden leidt tot een bepaalde vorm van het ecosysteem. Het ene met menselijke invloeding, de andere zonder. Dan is het aan de wetenschap om die verschillen te laten zien. Het is aan de wetenschap om de verschillende gebruiksscenario's te schetsen. Het is aan de politiek om vervolgens te bepalen van hoe gaan we dat dan doen. Dus dat is weer, en nogmaals ook daar weer, gebieden, want nou, de hele discussie over de visserij, er zit nu genoeg schol in zee, maar de habitats die aangetast zijn in de loop der tijden door de vormen van visserij die we gebruikt hebben, die zijn weg. En die komen niet makkelijk terug als we niet bereid zijn om ze hier en daar daarvoor ook de geëigende maatregelen te nemen. De discussie tussen vissers en natuurbeschermers zie ik ook niet zozeer als een discrepantie, alleen gunnen wij elkaar de ruimte. En ik heb 27 jaar geleden gezegd van een kwart van de Noordzee zou je moeten sluiten voor de visserij. Dat betekent tegelijkertijd dat ik zeg 75% laat je open. Daar kunnen de vissers hun gang gaan, mits ze dat op een duurzame manier doen. En met de huidige visbestanden van tong en schol, waarvan er zat zijn, kunnen de vissers met groot gemak hun huidige verdiensten in die 75% van de Noordzee halen. Het enige waar je daar nog over kunt gaan discussiëren is, ja, waar liggen die dan? Waar ligt nou die 25%? Waar ligt die 75%? Nou, ik ben zelf een geweldig voorstander van het beschermen van het Friese front in de Noordzee.
Met name omdat het een mondiaal uniek gebied is. Er is geen enkele zee die een Friese front heeft zoals wij dat hebben. Dat heeft te maken met de fysische factoren in dat gebied. Nou, dan vind ik dat je dat moet beschermen, want daar heb je een hoge biodiversiteit en een hoge productie. Alleen, wat blijkt nu, die vissers hebben ook ontdekt dat dat een hoge productie heeft. Dus dat is ook hun meest favoriete plek om te gaan vissen. Dus die schreeuwen dan moord in brand als ze daar toch weg zouden moeten. Ik vind dat je daar de keuzes moet maken van in dit geval kies je daarvoor de natuur. Je kunt heel makkelijk met de huidige visbestanden aantonen dat die hoeveelheid vis die ze willen vangen, die kun je daar buiten ook makkelijk vangen. Bovendien, de doelsoorten waar zij op gaan, schol en tong, zwemmen sowieso dwars door de Noordzee, kris en kras. Dus ze kunnen ze altijd nog wel weer te pakken krijgen. Dus ja, dat kun je veel makkelijker inrichten. En daar pleit ik dan voor. Van jongens, doe allemaal een stapje terug. Spring ze hier en daar over je eigen schaduw. En vul het dan optimaal in. En nu komen natuurlijk die windmolenparken erbij. En dan krijg je weer een heel andere discussie. Waarin je gaat nadenken van hoe kan ik dat nou weer dusdanig inrichten dat ik daar optimaal mee bezig ben. Maar naar mijn mening moet je daar gewoon een heldere visie op hebben van wat wil ik nou dat die Noordzee, of hoe wil ik nou dat die Noordzee er over 5, 10, 25 jaar uitziet. Wat wil ik nalaten aan mijn kindskinderen, zeg ik altijd maar. Nou, dat is mijn visie. Dan bedenk ik als wetenschapper daarbij wat je dan zou kunnen of moeten doen, in scenario's denkend. Dus het is niet het een of het ander, het is een en-en verhaal. En dan is het aan de politiek om uiteindelijk de beslissing te nemen. Zo werkt dat in een goede democratie. En volgens mij is dat de manier om verder te komen. En hoe denkt u over de Doggersbank? Want daar is ook de discussie over. Daar zeggen de vissers ook, elke dag is het hier weer vol. En daar is juist de bodem verder naar boven. Dus voor de windmolens wordt het goedkoper om ze daar te bouwen. Ja, nou kijk, de Doggersbank, daar hebben we natuurlijk een beschermd gebied van gemaakt. En ik vind het iets wat vreemd dat je in beschermde gebieden grote windmolenparken gaat zetten. Tegelijkertijd denk ik van nou, als je ook daar maar even heel goed in de gaten houdt. Ik heb zelf het onderzoek rond Egmond aan Zee, het windmolenpark bij Egmond aan Zee, heb ik gecoördineerd. Dus ik heb alle rapporten langs zien komen en gelezen. En dan blijkt gewoon dat een windmolenpark heeft onder water in feite wat wij noemen positieve effecten, want de biodiversiteit gaat omhoog. Dieren die elders niet meer zitten, zitten daar dan wel. Er mag niet gevist worden in zo'n windmolenpark. Dat is positief voor het onderwaterleven, dat zien we ook. Een probleem is de draaiende wieken, waar vogels een hekel aan hebben. Dus je kunt zeggen van zo'n windmolenpark, daar zitten positieve en negatieve kanten aan. Nou, als je nou de Noordzee ruimtelijk gaat indelen en ook daar weer sonering, dan goed kijken waar kan ik dat wel en waar kan ik dat niet doen. Als je dan naar de Doggersbank kijkt, de Doggersbank is op zich niet een uniek gebied. Er zijn meer zandbanken in de wereld. Dus als zodanig kun je zeggen van nou, dat, nou, dan zet je midden op de Doggersbank eventueel windmolens neer. Maar doe dat vooral niet aan de rand. Want aan de rand krijg je namelijk wat wij dan noemen in de wetenschap frontverschijnselen. Dat zijn frontsystemen waar bepaalde watermassa's gaan mengen, waardoor je hogere producties krijgt. Daar zit meer vis, daar zitten meer vogels. Daar komen Jan van Genten bijvoorbeeld op af. En van Jan van Genten weten we dat ze een gruwelijke hekel aan windmolens hebben. Dus je moet windmolenparken niet in de optimale fourageergebieden van Jan van Genten neerzetten. Nou, dat is dan weer een kwestie van een ruimtelijke indeling van de Noordzee. En dan naar de Doggersbank kijkend. Ja, een grote windmolenpark op de toppen van de Doggersbank. Oké, okay. Maar dat is prima. En dan langs de rand laat je ze weg. Tegelijkertijd weten we dat er ook nog wel wat andere gevoeligheden liggen bij zulke windmolenparken. Dus ik pleit er altijd voor van als je met die ontwikkeling begint, doe het op een adaptieve manier. Dus maak een goed plan. Ga dat gewoon in fases uitvoeren. Doe je metingen. En bij elke fase moet er weer een moment komen waarop je de nieuwe kennis op een rij zet. En dan gaat kijken, ga ik in mijn volgende fase verder zoals ik van plan was? Of zijn er redenen om aan te passen? En dan denk ik, kun je heel goed verder komen. Bovendien verwacht ik dat er ook in de ontwikkeling van windmolenparken en in de wenselijkheid van energie via wind op zee, zeker met de ontwikkeling van zonnepanelen, dat zijn ook uiteindelijk schuivende dingen. Dus het kan best zijn dat we over 15 jaar eigenlijk helemaal niet meer zoveel windmolenparken op zee willen. Nou, hou daar in je hele planning rekening mee dat je ze niet meteen op de beste plekken zet. Nou, op die manier kun je verder komen. En dan is er natuurlijk een trade-off tussen de afstand tot de kust, hoe verder weg, hoe duurder.
Maar hoe dichterbij, hoe meer effecten je hebt op de vogels in de kustzone. En dat is een vrij gevoelige zone. Dus dat moet je ook altijd weer overwegen. Een van de dingen die eigenlijk nog een beetje onhelder zijn, is in hoeverre de visgebieden en de visgronden te pinpointen zijn op een kaart. Dus de vraag is, hoe specifiek zijn ze en hoe dynamisch? Dus hoe verplaatsen ze zich? En zijn hier dus daadwerkelijke metingen van? Ja en nee. Er is heel veel bekend over schol en tong. En over kabeljauw trouwens ook wel. Alleen dat is een probleemvis natuurlijk op dit moment nog steeds. Dus voor schol en tong kun je daar redelijke dingen over beantwoorden. Hoewel ook daarbij een van de dingen van het ecosysteem die je heel goed moet realiseren. Het is veel veranderlijker dan wij altijd denken. Ook van nature. Dus ook van natuur. Er zijn perioden dat een bepaalde vis dominant is. En dat een bepaalde en een andere minder. En dat kan wisselen. Op dit moment zit er ontzettend veel schol in de zee. We meten sinds 1955 of sinds 1955 ongeveer. En er zit meer schol in zee dan we ooit gemeten hebben. En niet een beetje meer, maar gewoon 3-4 keer zoveel. Gigantische hoeveelheden. Maar in het verleden hebben we gezien dat er ook heel weinig zit. En we weten uit metingen bijvoorbeeld al uit 1880... dat ook in die tijden de hoeveelheden vis gigantisch op en neer gaan. In 1890 storten de vispopulaties in de Noordzee storten in. Dat heeft waarschijnlijk met natuurlijke veranderingen in het klimaat te maken. Er verandert iets in de zeestromingen en er verandert iets in temperaturen en klimaatfactoren. En dan verandert die zee. En dat vindt nu ook plaats. Alleen, we begrijpen dat niet. We kunnen dat niet. Ja, we hebben wel idee hoe het werkt. Het heeft te maken met de manier waarop primaire productie plaatsvindt, voedsel gevormd wordt en in de hele keten doorwerkt. Want we zien het ook in de open oceaan. Daar zie je ook dit soort fenomenen. Dus het heeft iets met het grootschalig functioneren van marine ecosystemen te maken. En daar moet je dan dus altijd rekening mee houden als je dit soort dingen gaat doen. Dus op de vraag van, kun je dit nou heel makkelijk in kaart brengen? Je kunt heel makkelijk in kaart brengen hoe het verleden was. En dan kun je daar zelfs nog wel redelijk wat dingen bij verzinnen van hoe het zou kunnen. Er wordt altijd gewezen naar klimaat natuurlijk, maar ook naar eutrofiering, de hoeveelheid fosfaat die naar zee gaat. Vissers wijzen ook naar, ik vind dat niet zo relevant wat dat betreft. Maar goed, daar wordt ook wel aan gewezen, de hoeveelheid slip die in het systeem zit. Een van de dingen die ik vrij recent heb geleerd, is dat die zee al veel langer door de mens beïnvloed wordt dan ik zelf eigenlijk bedacht had. Er is een hele mooie schoolplaat van Koekoek. Die zal ik je straks even laten zien, van de Noordzee. En dat is een heldere zee waar allemaal wieren in groeien en waar allemaal vissen doorheen zwemmen en waarin platte oesters zitten onder andere. Ik heb altijd gedacht dat dat een soort ideaal plaatje was van Koekoek. Maar ik realiseer me nu, nee, zo'n 200 jaar geleden of tot 200 jaar geleden zag die zee er zo uit. Wij hadden nog gewoon de normale rivieren die naar zee gingen. We gingen dat kanaliseren. We gingen stuwen en dammen bouwen. En meer, we hadden estuaria waar de nutriënten werden verwijderd. Dus stikstof en fosfaat werd daar uit het water gehaald. We gingen zusdanig bouwen dat het niet meer gebeurde. En we hebben vanaf dat moment zijn we die kust gaan beïnvloeden. Er ontstonden veel meer algenbloeien in die kust. Op een of andere manier, vroeger kwam gewoon het slip en het zand kwam de delta in, maar dat hebben we ook elders nu vastgelegd. Dus we hebben dat hele systeem veranderd. En daardoor is ook dat ideaalplaatje van Koekoek zo ver weggeraakt. En in feite zitten we hier gewoon nu in een mens gedomineerd zeesysteem te roeren. En dan denken we dat we daar van alles mee kunnen, maar in werkelijkheid hebben we dat al zo enorm veranderd. En een van de problemen is dan dat het systeem heeft zich daar evolutionair nog helemaal niet op aangepast. Het enige wat je dan ziet is dat de organismen die er tegen kunnen, ja, die blijven wel en die kunnen zelfs plagen worden. Maar de organismen nemen de steur. Ik bedoel, ik heb hier uitzicht op het Maasdiep en zeg maar de oude Rijndelta. Daar zwommen vroeger gigantische steuren in en die gingen de rivier op om te paaien. En ook heel veel andere vissoorten, het wemeldier van de roggen. We weten dat zo'n 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, zaten hier meer roggen dan schollen. En nu zijn beide weg, hè? Want er zit hier ook bijna geen schol meer op dit moment. Ik bedoel, in de Waddenzee zit bijna geen vis. Dus ja, al dat soort dingen speelt ook een belangrijke rol. Dus om weer op die vraag terug te komen, het is gewoon te complex en te ingewikkeld om het makkelijk te beantwoorden. Hoe zou wat u betreft
je schetst net een prachtig beeld. En ik word daar zelf dan altijd dan... Heb ik zo'n soort van zo'n melancholisch weemoedgevoel. Dat ik dan voel van... Ach, wat hebben we toch een hoop beïnvloed. Hmm. En vastgezet vooral ook. Dat hele rivierensysteem. Ik weet niet of u de film Aluna kent. Ja, ja. Ja, dat Komt, En dan denk ik, er schiet me nu een tweede plek te binnen. Die ga ik eerst even stellen. Zijn er op de Noordzee plekken zoals in Aluna wordt laten zien, wat echt sleutelplekken zijn voor het systeem de Noordzee? Dat is een hele lastige om te beantwoorden, want die Noordzee is nog maar 6000 jaar oud. Dus dat is helemaal niet zo'n oud systeem. En wat ik zei, de Friese front is vanwege de fysica daar. Er komen verschillende stromingen bij elkaar en het wordt daar onverwachts, wordt het daar dieper of dan wordt het ineens dieper. Dat heeft een bepaalde effect op de fysica en op de manier waarop het ecosysteem werkt. Dus dat is een uniek plekje. Maar het ecosysteem heeft nog helemaal geen tijd gehad om op dat unieke plekje ook unieke beesten te laten ontstaan. Ik durf te wedden dat als je dat 100.000 jaar met rust laat, dan ligt daar iets fantastisch. En dan zitten daar endemische soorten waar wij niet eens van kunnen dromen. Maar ja, zover is dat dus niet. Dus kijk, mondiaal kun je dat soort plekken natuurlijk wel vinden. Maar om nou in de Noordzee, nogmaals, 12.000 jaar geleden stond die helemaal droog. Hadden we een ijstijd eroverheen. 6.000 jaar geleden verdween de Doggers Bank definitief onder water. Om daar dan nu van dat soort unieke plekjes, als in die andere film, te praten. Ja, dat is een beetje lastig. Vroeger liep de Rijn dwars door de Noordzee heen natuurlijk. En hadden we ook dat soort plekjes waar je dan, als we toen als geleefd hadden, had je daar ook heerlijk in de uiterwaar of in de delta kunnen liggen. Dat is een hele lastige om op die manier te beantwoorden. Ik zelf benader het op een andere manier. En dat is namelijk van een visie op die toekomst. Kijk, in het Anthropoceen gaat de mens de toekomst van de zee bepalen. En ik denk dat wat wij moeten hebben als mensheid, als land, als mensen, is een visie op die toekomst. Hoe willen wij nou dat die Noordzee er over 15, 25, 100 jaar uitziet? Wat willen wij doorgeven aan onze kindskinderen? Wat ik wil doorgeven is wat ik zelf heb mogen zien en heb mogen meemaken. En misschien al een stukje terug, maar we kunnen niet terug in de tijd. We kunnen alleen maar vooruit. En ik zeg ook altijd tegen mijn studenten, terug naar 1930, zoals in het beleid op een gegeven moment een beetje sprake van was, dat kan helemaal niet. We kunnen vooruit naar de toekomst. En wat wij als mensen dan doen, is wij zetten de randvoorwaarden voor die toekomst neer. Dus wij moeten met elkaar beslissen van wat is onze visie op die toekomst. Dan moeten we in samenwerking tussen de beheerders, de politiek en de wetenschap beredeneren hoe kom ik daar, wat zijn de maatregelen, wat kan wel en wat kan niet. En dan moet ik met die visie moet ik aan de slag. En we gaan dus de randvoorwaarden van... En ik ben absoluut niet tegen visserij. Ik ben alleen voor duurzame visserij die ook ruimte laat voor andere onderdelen van het ecosysteem. En ik heb in het verleden altijd gedacht van nou, als we maar beschermde gebieden hebben en op een gegeven moment zitten daar weer grote vissen, dan kun je met hengels kun je daar die wel uithalen als je dat dusdanig doet dat je de rest van het systeem niet aantast. Ik heb Australië bezocht. Ik heb echt gebieden gezien waar de mens geen enkele invloed had. Dat waren no-go-area's in het verleden. Daar mocht men niet eens heen. En dan zie je hoe die natuur er in werkelijkheid uit kan zien. En dan besef je ook pas hoe groot de invloed van een klein beetje vissen al is op dat systeem. En dat betekent dus dat als je een visie hebt van zo hier en daar wil ik in die zee alle soorten die we nu nog hebben een plek geven. Als ik de conventie voor de biodiversiteit serieus neem en als ik de EU-regels van biodiversiteit, maar ook van voedselweb, in een voedselweb horen grote vissen. En ik vind dat wij dus in ons beheer van de Noordzee moeten wij grote vissen hebben. Ik ben nu net begonnen aan een programma in de Cariben en dat gaat niet heten, oorspronkelijk heette dat 30% no-take zones, dat gaat nu heten bring the big fish back. Breng de grote vissen terug. En volgens mij moeten we dat in de Noordzee ook hebben. Een school kan 40 jaar oud worden. Maar een school van 10 jaar oud is bejaard in de Noordzee tegenwoordig. Dus wij moeten er gewoon naartoe dat we met de vissers om de tafel gaan. En hoe krijgen wij weer 40-jarige scholen in de Noordzee? En op het moment dat het ons dat lukt, en tegelijkertijd laten we ook duurzame visserij toe, dan hebben we het pas helemaal goed gedaan. En dus dat is die grote vissen, die sturen, die moeten eigenlijk terug.
En al die zoet-zoutvissen die rivieren opgaan, die vinten en die houtingen. De roggen moeten weer terug in onze kustzones. Ze zitten nog wel in die Noordzee en zo nu dan komen ze hier wel. Maar ze moeten hier ook gewoon kunnen zitten en zich hier reproduceren. Dus de vleet die vroeger bij de vleet voorkwam, die zit nu alleen nog maar in het noordelijke deel van de Noordzee en in het meest zuidelijke deel. En soms zwemmen ze wel naar binnen, maar geven ze ook binnen ons deel een ruimte om. Nou, dat vraagt aan de wetenschap van wat moet je dan doen? Geef scenario's. Het kan zijn dat voor een paar soorten wij besluiten het is te duur en de prijs die de mens betaalt is te hoog. Nou, dan vind ik dat we nog steeds de plicht hebben om die soorten ook elders in de wereld dan maar te beschermen. Laten we ze dan hier, oké, als de vleet niet terug kan komen naar de Nederlandse kustzone, zorgt in ieder geval dat die bij Schotland en bij Bretagne goed beschermd is of in de Ierse Zee. Nou, op die manier ermee omgaan. Een heldere visie op de toekomst en van daaruit redenerend het verder inrichten en ermee omgaan. Ja. Het is zo simpel, hè? dat is een mooie brug. Het is zo simpel. Het is theoretisch heel simpel, maar dan komen we in de praktijk komen al die gedeelden of al die eigen belangen van de verschillende stakeholders. Ja, nee, dat is zo. En dan is dus, wat is wat jou betreft het gedeelde belang van al die stakeholders van de Noordzee? Het gedeelde belang is een duurzame toekomst voor die zee, waarin de natuur duurzaam is met de soorten die daarin horen te zitten, die daarin kunnen zitten, en een duurzaam gebruik. En kijk, we zullen meer en meer die zee gaan gebruiken voor energievoorziening en voor voedselvoorziening. Daar ontkomen we niet aan. Een van de hele grote problemen die de mensheid te wachten staat is fosfaat. De fosfaatvoorraden in de wereld zijn eindig. In de diepere oceaan zit fosfaat zat, dus wij zullen fosfaten uit de diepere oceaan moeten gaan mobiliseren. Dat kunnen we in zee doen. En ik voorspel ook dat over 50 jaar gaan veel grotere hoeveelheden van ons voedsel uit zee komen dan nu het geval is. Dat gaan we ongetwijfeld doen met actieve farming in zee. Dus de zeeboerderij die nu nog ver weg lijkt, de eerste concepten zijn er natuurlijk en men is aan het proberen. Dat is nog heel lastig. Technisch is het nog moeilijk. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat we dat gaan doen. Ik geloof ook absoluut dat we een combinatie gaan krijgen van energie en voedsel. Eiwit uit zee en energie. Dus in een combinatie van windmolens. Met algekweek bijvoorbeeld. Dat gaan we vast doen. Want dat is de enige lange termijn optie die we hebben. Met name ook vanwege die fosfaat wat eraan zit. En nou, als we dat nou gewoon goed doen. Ja, dan kunnen we daarmee verder. En het punt is nu dat iedereen die zich met die zee bezighoudt, een dergelijke visie ook voor zichzelf ontwikkelt, van daaruit wat terugredeneert en dan gaat kijken van hoe kom ik daar nou uit. Om één voorbeeld te geven, die vissers willen met alle geweld vissen in die windmolenparken. Nou, ik vind dat de grootste onzin. Want de tongen en schollen waar ze graag op vissen, die zwemmen wel uit die windmolenparken. Dus die kunnen ze daar buiten ook wel vissen. Je kunt heel makkelijk uitrekenen dat als je die windmolenparken goed inricht en op de bodem bijvoorbeeld stenen aanbrengt, dan kun je daar mossels in kweken, bovenin, maar onderin kun je dan krabben en kreeften kweken. Die kreeften kun je met vallen heel selectief vangen. Dat moet je dan op dezelfde manier doen als de Amerikanen dat doen. Dus echt een duurzame visserij waarbij je in feite van de rand en van de rente oogst en de populatie zelf ongemoeid laat, dan kun je er heel veel rente uithalen. En dan kun je heel makkelijk uitrekenen dat je per vierkante meter veel meer kunt vangen of kunt verdienen dan wanneer je daar tong en schol probeert te vissen. Wat nog gevaarlijk is ook, want vroeger of laat botst er een keer een visserschip tegen zo'n molen aan en is Leiden in last. Dus je kunt, als je dat slim doet, kun je daar veel meer eiwit uit zee uithalen en kun je daar dus ook veel meer verdienen. Het probleem is dat die vissers moeten dan over hun eigen schaduw heen springen. Want de huidige boomkor of sumwingvissers, dat zijn niet de visvallenvissers. Dat zijn niet de tongvisser en de schoolvisser. Is niet de grote kreeftenvisser. Ja, die kleine kreeftjes nog wel, want die kun je ook met zo'n tuig vangen. Maar de grote kreeftenvissers die dat met vallen moeten doen. Dat is een andere bevolkingsgroep. Maar als je op een of andere manier dat bij elkaar brengt. En als op een of andere manier die vissers van de toekomst over hun eigen schaduw kunnen springen. Ben ik er heilig van overtuigd. Dat op dit moment verdienen we geloof ik iets van 300 miljoen euro's per jaar aan die visserij. Zoveel is dat nog niet eens. Dat kan makkelijk naar 1 miljard.
Maar dan moet je dat wel goed doen. Dan moet je wel over die eigen schaduw kunnen springen. En dat is de grote uitdaging. Ik realiseer me dat de oliesector op de Noordzee, dat aan het doen is, omdat ze moeten. Wat zou de visserij kunnen leren van de oliesector? En daarbij geef ik ook even de kanttekening dat het dus ook van de oliesector ook wel begrijpt dat het voor hen een stuk makkelijker is, want een veld wat sluit in Nederland opent in Canada of opent weer ergens anders. Dus ik ben me ervan bewust, het is niet zo 1, 2 te vergelijken, maar dat proces, ook dat emotionele proces van afscheid nemen van iets waar je aan gewend bent en overstappen naar iets nieuws, wat is daar... Ja, ik denk als je het zo zegt, dan vraag ik me af of de oliemaatschappijen daar nu mee bezig. Want die hebben op dit moment zijn ze nu bezig met het afscheid nemen van hun installaties. En is er een discussie aan de gang of je ze wel of niet in zee mag laten staan, zeker liggen. Ik denk dat je het iets beter kunt vergelijken met de overstap van fossiele energie naar duurzame energie. En ik was betrokken bij het windmolenpark bij Egmond. Daar was Shell een van de twee eigenaren van. Dus de oliemaatschappij was op dat moment bezig met overstappen richting duurzame energie als een stukje core business binnen dat bedrijf. Dat liep niet helemaal lekker, dus ze stoten het weer af. Terwijl je nu weer ziet dat Shell weer heeft gezegd, we gaan toch wel in die duurzame energie. Dus ik denk dat het voorbeeld van de energie is van fossiel naar duurzaam. Ik denk dat diezelfde stap moeten die vissers gaan doen. Een van de redenen waarom de vissers zo fel tegen mij zijn, als ik het heb over marine protected areas of zeereservaten, 25% sluiten, is dat bijvoorbeeld de voorman van de visserij zegt, wij zijn klassieke jagers en wij moeten overal achter onze prooien aan kunnen. Dus als op een gegeven moment die vissen die 25% van jou binnenzwemmen, moeten wij daar wel bij kunnen. Dus jij mag nu best 25% sluiten, maar op het moment dat die vissen er zitten, moeten wij er weer bij. Nou, dat noem ik geen zeereservaten. En dat is dus waar zij overheen zullen moeten. Zij zullen van die oude jachtbenadering, zullen ze naar de duurzame kweekbenadering moeten. Of de duurzame gebruikbenadering. En een stukje wildvang kan daar prima onderdeel van zijn. Maar het is veel logischer voor de toekomst dat dat veel meer in de actieve aquacultuur ook in open zee wordt gezocht. En ik ben ervan overtuigd dat we technisch zijn ertoe in staat. Er zitten nog een aantal haken en ogen aan die we moeten oplossen. Maar als we dat goed doen, nou, dan gaat dat in de toekomst als een tierenlier. Wat mogen de bouwers van de windmolens en beter gezegd het collectief van stakeholders dat zich nu inzet om meer gezamenlijk dat te gaan realiseren en integreren, wat mag men absoluut niet over het hoofd zien? Wat men absoluut niet over het hoofd mag zien is vogels. Dus dat is gewoon goed kijken waar zitten de vogels, waar zitten de gevoelige vogels en hou daar rekening mee. Hou rekening met de andere gebruikers, nog meer dan je nu doet. En ik denk nog veel meer, ga nog eens een keer met elkaar heel goed nadenken over de ruimtelijke planning van de Noordzee. Een van de problemen die je nu hebt, is dat men die parken gaat ontwikkelen in de Noordzee waar al een heleboel dingen aan het gebeuren waren. En waar wij als het ware de windmolenparken er nog een beetje tussenin plannen. Dus wij roepen van de Noordzee is vol met vaarwegen en dit staat er al en dat is er al en er liggen kabels en dan kunnen er hier geen windmolenparken en daar niet. Ik zou zeggen van leun nog eens een keer achterover. Ga eens even uit van de Noordzee waar nog niks in zit. Ga dan eens kijken wat zijn nou je ideaal plaatjes. Ik vraag altijd aan mijn studenten, en ik heb vorige week nog college gegeven in Delft voor technische studenten. Die leren van mij ook iets over de ecologie. Ik vraag dan altijd aan hun van wat is nou beter, 10 kleine windparken of 3 grote? En wat is beter voor de energieopbrengst en wat is beter voor de ecologie? En het interessante van die vraag is dat je er eigenlijk niet... Je ziet altijd dat het een beetje 50-50 wordt tussen die studenten. En dan ga je met hun de redenen. En kijk, beide hebben voor- en nadelen. En een van de grote nadelen is veiligheid. Dus als dat de doorslag gaat geven, zou ik zeggen, nou bouw maar een paar grote windmolenparken. Dat is voor de veiligheid veel beter. Tegelijkertijd, ja, kleinere windmolenparken hebben dan weer wat andere voordelen. Dat je ze ook wat dichter bij de kust en zo nog kunt hebben. En van dat soort dingen. Dus maar zet dat gewoon goed op een rij en ga daar dus mee aan de slag. Dus ik denk dat. En multifunctioneel gebruik.
Kijk, op land is ruimte schaars en moeten we daar ook heel zuinig mee omgaan. Op zee zal het ook schaarser worden en is het misschien ook al wel eens hier en daar. En ga dus bij je ontwikkeling, zoals men nu ook wel wil gaan doen. Hè. In het begin was het taboe, maar inmiddels, dat ook het lab is daar natuurlijk voor opgezet. Ga gewoon veel beter nog nadenken over dat multifunctioneel gebruik. En dan is werkelijk energie en eiwit uit zee. En kijk, er is nu natuurlijk het idee van een eiland op de Doggersbank bouwen. Nou, iedereen vraagt aan mij. Ik ben zelf betrokken geweest toen we bezig waren met een vliegveld in zee. Bij dat onderzoek ook betrokken. Dus ik ken wel een beetje de effecten en zo die je daarvan kunt verwachten. Ik heb persoonlijk geen enkel bezwaar tegen als men op de Doggersbank een eiland zou willen bouwen. Tenminste, in een natuurlijke Noordzee zou het niet doen. In een Noordzee in het Antropoceen. Met een visie op die toekomst van ja, we gaan daar veel energie uithalen. Bouw daar een eiland, maar laat het er alsjeblieft niet zo uitzien als ik nu op de tekeningen langs zie komen. Maak daar nou een heel slim eiland van. En maak daar een eiland van wat niet aan de zijkanten met een dikke dijk met basaltblokken is omgeven. Maar maak daar relief in. Maak daar wat lagunes in. Laat het water daar ook wat kunnen spelen. Dat levert natuur op. En dat levert vervolgens ook de oogsten natuur op. En ook duiknatuur. Kijk, je kunt nu als normaal of gemiddelde duiker, kun je niet midden in de Noordzee duiken, omdat van de stromingen veel te gevaarlijk is. Nou, bij zo'n eiland maak je gewoon meteen de ideale duikplek voor de Noordzee. Dat als jij als duiker daar nog nooit geweest bent, dan ken je de Noordzee niet. Nou, je kunt daar kreeften kweken, je kunt daar van alles nog wat doen. Nou, doe dat dan gewoon allemaal. Zet er een hotel op, mensen gaan erheen. Ik bedoel, gebruik wat oude mijnbouwplatforms om daar nog wat satellietjes omheen te bouwen. Nee, ik zie het zo voor me. En dan kun je daar. Maak er nog een mooi vogeleiland van ook. Ik bedoel, windmolens die hebben toch een negatief effect op Jan van Genten. Nou, dan maak je daar een paar Jan van Genten kolonies. Dan hoor ik altijd weer, ja, maar die vliegen dan tegen die molens aan. Nou, dat leren ze wel. Dus dat is helemaal niet zo'n probleem. Het is hartstikke mooi om die Jan van Genten kolonies te bezoeken. Aan Engeland, Engelse kant heb je ze ook. Nou, daar gaan wij regelmatig met vakantie heen en ik geniet ervan. Dan gaan we echt in die broedtijd en die geweldige kolonies bij Bass Rock bijvoorbeeld. Geweldig. Nou, dat kunnen we op zijn eiland ook inrichten. Nou, doe dat dan. En maak daar dan met elkaar iets moois van. En dan met een beetje visie. Geld hebben we wel. Dat is het probleem niet. En dan bouw je daar een fantastische infrastructuur waar dan inderdaad mijn kindskinderen dat kunnen meemaken wat ik op Marion Eiland er ergens bij de Zuidpool heb meegemaakt. Gewoon eens een keer ook een stukje pure natuur zien. Nou, dat is toch fantastisch. En het is mogelijk. De natuur past zich wel aan. Dus als wij de randvoorwaarden maar scheppen. En dat moeten we doen. Waarom moeten we wat u betreft al dan niet die windmolenparken gaan bouwen? En hoe hebben we het uitgebreid besproken, maar even terug naar de essentie. Waarom moeten we dit überhaupt gaan doen? Of we het op lange termijn moeten doen, weet ik niet. Op dit moment moeten we het gewoon doen. Wij moeten naar duurzame energie. Wij moeten gewoon op dit moment het klimaat redden. Klip en klaar. En in de scenario speelt windenergie een belangrijke rol op dit moment. Ik ben een ecoloog. Of ik het daar helemaal mee eens ben. Ik zelf verwacht veel meer van zonne-energie op termijn. Ik verwacht ook dat over 15 jaar het al veel minder logisch zal zijn dat wij nog heel veel windenergie op zee gaan aanleggen. Als er een grote doorbraak komt in zonne-energie of als er een doorbraak komt in het volstrekt duurzame en veilig gebruik van op een of andere manier kernenergie. Niet de huidige manieren, maar zodra wij kernfusie in de hand zouden krijgen bijvoorbeeld, ja, dan hebben we die dingen niet meer nodig en dan gaan we het op die manier doen. Dus het hangt even af van de energie. Leverancier die we op dat moment hebben, de manier waarop we energie kunnen opwekken. Op dit moment is gewoon windenergie is ons huidige antwoord. En dan moeten we dat gewoon doen, vind ik. Ik bedoel, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb thuis een aquarium, een tropisch aquarium. Eigenlijk moet ik het wegdoen, want het kost natuurlijk energie. Maar ja, ik kweek mijn eigen visjes. Dus dan denk ik van, nou, de meeste vissen in mijn aquarium, die zijn daar ook geboren, dus ik durf dat nog wel, maar het kost wel, het kost energie. Dus ik vind dat een dilemma. En dat is het dilemma waar de mensheid voor staat. Van ben ik bereid om al mijn leuke hobby's, ik ben ook een vleeseter. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk ook al niet meer. Dus ja, dat zijn toch dilemma's waar je dan tegenaan loopt. Nou, dan denk ik van in dit geval, als we die energie op een duurzame manier kunnen opwekken en op dit moment is dat windmolens, dan moet je het op die manier doen. Alleen daarvan ook weer nu al in het achterhoofd houden dat misschien over een paar decades de andere technieken er zijn
en het dusdanig inrichten dat je altijd een no regret hebt op het moment dat de switches gaan plaatsvinden. Want dat ze komen, dat is al zeker, want dat hebben we natuurlijk in het verleden ook altijd gezien. Ja, helder. Ga ik naar de laatste. Die is tweeledig. Wat zijn uw grootste zorgen? Begin ik daar eventjes mee. Mijn grootste zorg is op dit moment toch wel gewoon het klimaat. Ik bedoel dat de klimaatverandering doorzet en dat de zeespiegel fors zal gaan stijgen. En dat die gewoon zometeen, we zitten hier aan Maasdiep, ja, als die hier de zeespiegel 7 meter stijgt, dan wonen we hier niet meer. Dat houden we niet bij. En dat vind ik verreweg de grootste zorg op dit moment. Daar moeten we nu echt met hand en tand aan gaan werken met elkaar. En de ander is van een duurzame toekomst voor die aarde, voor de mensen. Dus ik vind zelf ook, en ik verbaas me altijd, dat wij moeten gewoon als mensheid durven zeggen van de aarde, er zijn nu genoeg mensen. En er hoeven er niet minder te komen, maar veel meer hoeven er ook niet te komen. Dus ik zou het veel logischer vinden als wij, en ik pleit absoluut niet voor Chinese normen, maar als wij toch meer een norm hebben van nou per gezin 2 kinderen, dat is min of meer de norm. We gaan het niet reguleren, maar gewoon tussen de oren van 2 kinderen zou de norm moeten zijn. En dat je er eens 3 hebt, nou prima, maar op het moment dat je gezinnen met 6 of 7 kinderen, nou dat moet ook wat gaan wringen, vind ik. En dan dat als oplossing voor die toekomstige aarde. Want ja, wat we natuurlijk willen is dat er nog duizenden jaren mensen hier hartstikke gelukkig kunnen zijn. En ik geloof zelf niet zo gauw erin dat wij met ruimtereizen naar nieuwe aardes zullen gaan verhuizen. Dus dan zeg ik van we zullen het hiermee moeten doen en laten we dat dan vooral goed doen. Dus dat is, en mijn zorg is dat we dat niet doen. Dat is mijn grootste zorg. En of het dan over het klimaat gaat, over de voedselvoorziening, de manier waarop we het land ontwikkelen. Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk van nou. En we leren wel. Alleen, tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel nieuwe ontwikkelingen op dit moment over. Waarvan je weer denkt van, oh jee, wat gebeurt er allemaal? En gaat toch weer ten koste van een stuk aarde, ja. En uw grootste hoop? Mijn grootste hoop is dat mijn kindskinderen nog ergens op de aarde, op zoveel mogelijk stukken op de aarde, dat kunnen beleven wat ik heb beleefd. Ik heb ooit een gedicht gemaakt. Dat was op Prince Edward Island, dat is ten zuiden van Zuid-Afrika. Dat is echt onbewoond. En daar heb je ook heel weinig menselijke invloeden. Dat is een vrij lang gedicht, maar het eindigt ermee. Ik vergelijk dan de ongerepte aarde met waar wij nu wonen. En dan eindig ik met, laat alles wat deze aard nog rest aan onbezoedeld, onbebraakt, zoals dit eiland, niet verpest, als nooit door mensen aangeraakt.